Patat niet gaar, kip was glibberig en vies. Ik heb het weggegooid. Zo vies, 1,5 uur moeten wachten. Ah! Oh, oh. Ja, dus... Ik ben echt in shock, sorry hoor. I'm not gonna eat that shit. Gadverdamme. Dit is letterlijk rauw. Nee, er zit een haar in. Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een super leuk video. Namelijk het best versus slechts thuisbezorgd beoordeelde restaurant. Ik heb deze video wel eens vaker gemaakt. En dan ga je dus van het best beoordeelde en slechts beoordeelde van thuisbezorgd restaurant eten bestellen en kijken hoe het is. Nou, vorige keer was het best wel goed gegaan. Nou ja, in ieder geval, ik heb echt een nieuwe fave ontdekt. En iets wat echt heel slecht was. Dus dat was, nou, voor mij niet zo leuk, maar voor jullie wel grappig. Ik ga hier met mijn huis gaan met filmen. Ze is nu alleen aan het sporten. Ja, ga ik het alvast bestellen? Ik dacht dat het zo handig, want anders wordt het laat. Of moeten we soms heel lang wachten. Ik ben nu verhuisd naar Amsterdam. En vorige keer had ik het opgenomen bij mijn ouders thuis. En ik woonde echt in een dorpje. Ik kon echt 10 dingen bestellen. Dit wordt wel echt leuk. Je hebt waarschijnlijk heel veel goede dingen ertussen zitten. Maar ook heel veel slechte dingen. 857 restaurants. Ja, we moeten hier natuurlijk kijken bij reviews. En bovenaan staat core. Maar dan gaan we nu een keuze maken. Of we gaan voor 5 sterren met 3 recensies. Of we gaan voor Dutch Dabba Wala met 4,9. Maar wel met 710 recensies. Ja, dan weet ik wel wat het wordt. Kijk, die pizza is heel leuk. Tweede van zijn anoniem. Dus dat hebben ze waarschijnlijk zelf gewoon ingevuld. Lijkt me wel heel lekker, by the way. Maar ja, dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, denk ik. Kijk, hier is het gewoon echt allemaal goed. Uit chicken tikka, samosa, garlic naan, chicken was tender, flavors are immaculate as always. Eerste keer hier besteld. Voor menu voor 2 personen stopt. Netjes verpakt, netjes snel bezorgd. Alle gerechten waren lekker. Altijd heerlijk eten, niks op aan te merken. Mijn lievelings Indiaanse restaurant in Amsterdam. Super smaakvol, goed verpakt en vriendelijk bezorgd. Oké, dus ik denk dat dit dan de beste wordt. Want India's, weer India's. De vorige keer was het ook al India's. Wat ik dus ook wil doen is dat ik het een keer ga doen op alleen pizza of alleen sushi. Maar het leek me nu wel leuk omdat ik nu hierheen ben verhuisd om eerst gewoon van alles te testen. Dan gaan we nu helemaal naar beneden scrollen. Hier, 2,1, 2, 2, 1,8, 1,4. Oké. Grill Room, de Middle East. Dat is tot nu toe slechts. Of Break Time, want die heeft 1,8 met 500 recensies. En deze maar 3. Patat niet gaar, kip was glibberig en vies. Ik heb het weggegooid. Zo vies, 1,5 uur moeten wachten. Eten smaakte nergens naar. Het was niet lekker, de patat was nog rauw. En dit. 4 uur eten besteld, om 6 uur te bezorgen. Kwam 8 uur aan, het eten was koud, jammer. Bestelling nooit gekomen. Ik kreeg natuurlijk mijn bestelling. Pizza helemaal... Maar wat een drama dit allemaal. Koude slappe friet. Oh shit. Nooit mijn eten gehad. Ja, dit is wel gewoon echt de slechtste die er staat. Ja, dus de Dutch Dabba Wala was best. Bijna 5 sterren met 710 beoordelingen. Ja, wat gaan we hier bestellen? Butter chicken lekker. Chicken tikka masala lekker. Street food. Gefrituurde aardappelpastijs met dichtbekomstje. Ook goed genoeg. Dit ga ik bestellen. Oh, ik ben hier ook wel benieuwd naar een toetje van zachte melkballetje. Moet ik op laten doen. Butter chicken blijft natuurlijk wel gewoon echt lekker. Oeh, dat lijkt me lekker. Laten we het gewoon maar even medium doen. Ja, het is ook wel leuk om van alles gewoon een beetje wat. Een slagbak kip met sesamzaadjes, krokant aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant. Gewoon even een keer iets anders dan butter chicken. Want we weten gewoon al dat butter chicken lekker gaat zijn. En garlic naan is ook altijd lekker. Laten we dit doen. Samosa hebben we. Oh my god. Spannend. Kijk, de Grill Middle East heeft maar 3 beoordelingen. En deze Breaktime heeft 544. En 1,8. Ja, dan ben je wel echt heel slecht bezig. Samosa, wel grappig. Ik ga het gewoon doen. We kunnen het vergelijken. Ja, laten we maar iets van een pizza doen dan. Van een simpele fungi of zo. Oh, ze belt. Hey. Hello girl. Hey. Ik ben nu uit de gym. Ja. En dan ga ik heel te langs de tank. Ja. En dan ben ik denk ik over een kwartiertje thuis. En dan ga ik heel veel 10 minuutjes mijn make-up doen. Nou, rustig aan. Want ik heb dus net één die best bezorgd al besteld. En ik krijg dus nu een ding dat het over 85 minuten wordt besteld. Hou je weg.
Oké, okay, maar ja, ik ga nu bij die slechte bestellen, maar ik weet gewoon niet hoe ik moet bestellen, want het is gewoon allemaal zo slecht. We doen gewoon een pizza funghi, een beetje boeia. Even kijken hoe die pizza daar is. Misschien moeten we iets nog met kipgehalk, kapsalon, zoiets. Kapsalon kipdunner of een kapsalon, want dan krijg je, kan je dus ook die patat proeven. Dat gaan we doen. Ja, oké. Okay. Ja, dus we hebben dan een smoza. Grappig, even kijken, eens vergelijken. Een pizzaatje om te proberen hoe het daar is. En een kapsalon met kipdunner. Dus we hebben dus de dunner wat we kunnen proeven en de patat. Hebben ze hier een dessert? Nou, dit zijn allemaal van die... Oh, dit kunnen we wel proberen. Dat vind ik wel grappig. Oké, nou dan gaan we dit bestellen. Geschat aankomsttijd 80 tot 100 minuten. Oh my god. Gaat het nu al fout? Nou, ik heb de video dus al geopend. Want ik heb natuurlijk dat eten besteld. Oh, nou. Ja. Let's go, hoor. Maar jij weet dus niet wat ik heb besteld. Nee. Dus nee, maar ik ben aan het sporten. Ik wil sowieso gewoon al voor... Dit is dus het beste restaurant. Gewoon al 10 punten voor bezorging. Ja. Fucking druk is het volgens mij. En het was er echt binnen een half uurtje of zo. Ja, jij zei net dat het 85 minuten. Maar dat is het zeker niet. Nee. Nee, het was echt een half uur denk ik. Het zou zomaar kunnen, dat ik woon hier al best wel lang. Dan dat ik misschien wel een keer heb gegeten. Ja, dat kan. Maar dat, ik herken het niet. Oké. Okay. Dabawala. Ja. Is dat het een goed heet? Ja, ja. Dabawala. Wat zou dat betekenen? Wow. Hou op. Oh, dit ziet er goed uit. Dit is niet normaal. Wat? Wat is dit überhaupt? Kijk dan. Kijk, jullie zien het. Samosa dus. Ja, ik weet echt kip of zo. Ja, van die dumplings, dacht ik. Maar zit dat er dan in? Of ja, dat is kan. Een vulling of zo. Oh ja, dit is sesame chicken. Fried chicken. Oh, dat is het toetje. Dat zijn melkballetjes of zo. Nee, dit ruikt zo lekker. Ja? Dit doet mij helemaal denken aan die andere. Happy Jojo. Ja, gewoon. Volgens mij kom ik altijd op de goede momenten in jouw video's. Oprecht. Nog een lekker kip. Oh my god. Oh, met sesam. Ja. Heel lekker. En dit is butter chicken. Oh, je hebt dus wel een butter chicken. Ja, een butter chicken dumpling. Ja. Nou, ik had net weer een moment dat ik me besefte hoe onhandig ik was. Ja. Ik had bij de Traymore, heb je zo'n glazen muur. Ja. En ik ben er gewoon tegenaan gelopen. Ja, ik zweer het. Oh. Maar het kutte is dat je dan, je schaamt je al dat je die oefeningen en zo. Je ja, een beetje je voelt je ook. Dus ik deed echt zo, bom. En toen daarna gewoon verder mijn spullen pakken alsof er niks gebeurd was. En ik hoop dat niemand het heeft gezien. Oh, dit ziet er ook goddelijk uit. Oh, ik wil het ruiken. Heel lekker. Merel die lacht me altijd uit dat ik bij alles wat ik eet het eerst ruik. Maar dat ben ik ook. Dat doe ik echt standaard altijd. Ik moet iets ruiken. Het valt me dus heel erg op sinds ik mukbangs maak. Dat alles zo goed is te ruiken. Ik krijg gewoon ook comments van mensen van waarom ruik je alles? Nee, Ik was wel bang dat ze dan niet met die sausje, want dat is natuurlijk het best. Maar dat hebben ze, want dan kunnen we dat met dit doen. Ja. Kijk, oh wacht, ik moet het wel goed laten zien aan jullie. Ja. That's where this is for. Stel die scherp. Ziet er niet heel appetizing uit, maar Ja. Nou ja, het ziet er smakelijk. Het is vast heel lekker. Ja. Oké, waar gaan we mee beginnen? Oké, nou, it's snack. Ja, maar het is allemaal een beetje snack. Ja, oké, maar bijvoorbeeld kip. Oh, lekker. Het ruikt zo goed. Wow, het ziet er wel uit alsof je echt je hemel gaat verbranden. Het is helemaal rood en... Nee. Het is niet pittig hoor. Nee. Zou ik dit eens proeven? Dat groene saus. Nou, ja, wel een beetje pittig. Het is gewoon... Het is lekker. Leuk ook nou. Ja. Het zit, hoe heet dat inderdaad? Huh? Ik snap wat je bedoelt. Ik herken die smaak ook, maar normaal is het een beetje yoghurtachtig. Ja. Oh! Komkommer, tzatziki. Tzatziki. Ja, daar dacht ik over, maar het is wel meer Indisch. Ja. Tzatziki is Grieks toch? Mm-hmm. Maar daar smaak ik wel een beetje naar. Ik wil weten wat dit is, of dit... Ja. Zeg maar, wat is het een, iets wat je dan kan eten of zo? Wat is de bedoeling? Ja, hoe heb je gekozen voor dit? Het is eruit als een soort prak. Wel een lekkere prak. Oeh. Oeh! Pittig! Ik ben bang. Pittig! Ik weet niet wat het is, maar het is echt geweldig. Ja, dus samosa. Oh, ik heb medium gedaan. Dat is waarschijnlijk fucking heet dit. Oh, qua pittigheid heb je medium gedaan. Want het lijkt op een soort falafel of zo. Iedereen moet weten wat het is. Want dit is niet normaal. Samosa shot. Holy fuck.
bestellen. Maar ik ken het gerecht helemaal niet. Nee. Zal ik het opzoeken? Echt, door jou leer ik echt het leven kennen. Ik heb er echt nog nooit van gehoord. Het ziet er ook niet uit als iets wat ik ken. Het lijkt ook een beetje op dat je bij de Turk zo'n filo deeg ding haalt met spinazie erin. Ja, heb je dat wel eens gegeten? Nee. Maar dit is natuurlijk niet Turks, maar ik weet niet eens wat het is. Een soort deegbal. Oh, misschien is dit een dumpling. Oh, het is uit elkaar uit elkaar gevallen dumpling. En dan met heel veel saus. That's how I like it. Ja, maar echt. Ja, maar jij bent ook een saus. Ja, wij zijn echt alles saus. So. Ik ben echt in shock, sorry hoor. Ja, maar dit is echt, ik snap echt dat dit het beste is. Ja, letterlijk. Het is... Misschien is het heel erg... Samosa, een hartige vulling met aardappel en uien, wordt gegarneerd met kikkererwten, yoghurt, pomenade en pittig zoet chutney mengsel. Dus vanaf nu, favoriet gerecht in mijn leven. Nee, ik zweer. Zeg maar, dit is gewoon alles wat jij lekker vindt. Ja, want ik vind butter chicken ook lekker. Dit saus is trouwens ook lekker. En die moet nog proeven. Maar, ik vind ik vind het heel lekker dat hij ook een soort van verschillende structuren heeft. Ja. En heel veel kruiden en yoghurt. Ik hou echt van yoghurt. Ja, ja sorry. Ja. Ik ga dit even proeven. Die naambrood met dit. Oh ja. Dat is echt... Oh. Ik wil wel één klein negatief punt geven. Ik vind die kip is een beetje droog. En het voelt alsof die oud is of zo. Oh. Want hij is een beetje... Ik kan hem ook bijna niet uit elkaar trekken. Nee, ja. Hij is niet zo mals. Nee. Nee. Misschien of hij is te veel gefrituurd of te lang in een bakje gezeten of zo. Ik wil dit soort brood kunnen maken. Het schijnt niet heel moeilijk te zijn. Nee? Oh, dat kan ook. Want het hoeft niet te rijzen ook. Oh. Dus je kan het dan in de pan of zo, maar... Ja, ik wel iets voor jou om te kunnen. Ja. Sjaar kan echt goed koken. Ah, nou jij ook. Ja, maar jij doet het vaker. Ja, dat is wel waar. Ja, misschien even side note. Waarschijnlijk weet veel van jullie wel dat ik ben verhuisd naar Amsterdam. Ja. Maar ik woon dus nu met Cecile. Super leuk. Hij is groot. Ja. Ja, ik denk dat de meesten het wel weten. De smaak. Ja, het is gewoon bizar. Ik snap ook niet wat het is nog steeds. Maar ik vind het eigenlijk wel een samosa. Maar samosa is voor mijn gevoel een soort broodje. Ja, dat is, een soort pasteitje. Dat zie ik hier letterlijk niet in. Ik zie een soort Indiaanse kapsalon of zo. Ja. Maar dat is misschien ook wel nee. Een hartige vulling met aardappel en ui. Ja, wel pittig inderdaad. Ja. Maar, wel te doen. Maar waar is die? Oh, hier bijvoorbeeld. Ja, het is een soort van een verschil. Zo lekker. Nou, ik heb dit echt uitgevonden hoor. Ja. Ik dit wordt als favoriete. Wat was dit, hoe duur was dit bij elkaar? Zeg maar deze, was het een duur? 31. Voor dit allemaal, ja oké. Okay. Dat is wel Amsterdamse prijzen. Maar valt mee. Ja, valt mee. En brood. En die. En die. En die. Toetje. En toetje inderdaad. Maar het, zijn allemaal, maar het komt omdat het allemaal hapjes zijn. Inclusief bezorgen. Ja, gewoon 31 euro. Of ja, 31,55. Maar volgens mij was het gratis bezorgen omdat het heel dichtbij is. Oh. Ja, bij de negen straatje ergens. Wat is dit? Wat is dit? Hou je bek. Het ziet er wel heel geit uit. Geit! Dit is de butter chicken momos. Oké, jij mag eerst even proeven. Ja. Is het vlees? Het is kip, denk ik, dan. Butter chicken. Ik ga hier met de ouders van Doe eten. Het lijkt een soort veggie. Ja? Maar ik weet niet. Mijn vriends ouders, die houden heel erg van Indiaans. Ja? Ze zijn Italiaans. Of tenminste, mijn vriends vader is Italiaans. Maar ze houden heel erg van Indiaans eten. En volgens mij houdt die moeder ook helemaal zo bij van wat dan de lekkere restaurants zijn. Dus nu vegan? Nee, hè? Maar ik kan even niet meer vinden waar het was. Misschien bij vorige rechten. Ja, kip misschien. Ja, maar ook... een gestoomde dumpling is het. Oh. Met kip gehakt. Ja. Kip gehakt, ja. 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 Mmm, nou wel lekker. Ja. Ja. Je moet niet oppassen dat ik niet vol ga zitten. Nee, maar ja. Bij die vorige stonden dus heel veel recensies dat het heel veel te laat kwam. Of dat het niet kwam. Oh. Of dat het rauw was, de patat. Dat het gewoon niet gebakken was. Ik heb een kapsalon. Een pizza. Oh mijn god. En
Eigenlijk is het maar beter dat dit eerst is. Ja, dat is beter. Gezonder ook. Mm-hmm. Tenminste, je weet niet hoeveel olie ze erin stoppen. Maar... Nee. Goede start van de week. Ja. Helemaal aan het snotteren. Ik ook, jongen. Hier. Ik zit 100 keer. Oh. Maar wat is nou pittigst? Denk toch dit, hè? Ja, ik heb die ook als pittigst gedaan. Ja, dat is wel goed voor je. Ik vind dat het altijd heel bijzonder hoe dan in bepaalde culturen dan die kinderen ook gewoon allemaal zo pittig kunnen eten. Die kunnen er gewoon veel beter tegen. Dat kan niet anders. Want als je daar gewoon mild bestelt, dat is dus voor hun bijna niks. Onze mond brandt weg. In Thailand was ik gewoon echt aan het strijden. Ja. Dan was het zo lekker, maar kon gewoon niet eten. Dan zit je eten bij elke hap, oké, nog een keer proberen. Ja. En dan weer... Weer. Ik ben echt even... Oh, die ander is over een kwartier. Wow, what the fuck? Wat? Waar komt dat helemaal van? Huh? Nee. Hè? Dat is Belga. Hallo? Kut, je kan niet door dat ding vragen. Hallo? Eten? Voor wat nee? Sarah? Het is er. Oh, hè? Kan je helpen voor mijn handen? Branden eraf. Branden eraf? Ik kan hem niet loslaten. Oh mijn god. Maar waar de fuck komt dit helemaal vandaan? Ik zweer, ik zat op die trap. Ik kreeg ineens zo'n pittige aanval. Echt, ik kan allemaal smot uit mijn neus. Dit is die pizza. Oké, laten we dit anders even opruimen. I don't wanna leave. Ja, dit is echt, wat is dit? Sloterdijk? Nee, veel verder. Ja. Bijna niet eens om Amsterdam te noemen. Nee. Nog echt veel verder dan Thuishaven, voor de mensen die dat kennen. Ja, maar ja. Veel verder. Hier is daar, ja. Oh, echt fucking ver. Voor de mensen die dat kennen. Ja. Waarschijnlijk wel veel. Dat denk ik ook. Ben ik echt lang niet geweest. Ja, oké. Oké. Nou, dit was in ieder geval een succes. Hier is de slechts bezorgd. Ziet er heel erg Shawarma tentachtig uit. Ja. Mooi, de classic snackbar zak. Oké. Met olie druipt door. Wat is dit? Dit is de kapsalon, denk ik. Oké. What the fuck? I'm not gonna eat that shit. Dit is rauw. Dit is rauwe patat. Gadverdamme. Dit is letterlijk rauw. Nee, dit meen je niet. What the fuck? Oké, wacht. Ja. En wat is dit dan? Wat heb ik nog meer besteld? Was kapsalon niet het meest calorieën ooit qua wat je kan eten als snack? Volgens mij wel. Dat is toch een heel ding. Ja. Een kapsalon is gelijk aan een hele maaltijd voor een hele dag of zo. Ze hebben er nog één gegeven. Heb je twee kapsalons? Heb ik ook twee betaald? Eén? Nee, één? Gadver. Oké. Het ziet er ook gewoon uit als een bakkot. Sorry dat ik het zeg, maar zo hoort. Ja, zo ziet een kapsalon niet er altijd uit. Het ziet eruit als vet. Gewoon alles. Er zit niet een. Oké. Je wilt het echt niet eten, hè? Maar geen grap. Oh, we hebben ook nog een pizza, hè? Ja. En we hebben een samosa. Huh? Dit is niet een samosa. Dat is een lumpia. Ja. Toch? Nou, dat durf ik wel te eten. Dat is gewoon een fantasiegroot. Ja. Stopt gewoon in de pizza. Oké, en de pizza. Ja. Even een slice ga ik aan jou geven. Ja. Oké, de bodem van de pizza. Jij bent een eerdere pizzakenner als ik, denk ik. Ja. Jij werkt half in de pizzazaak. Nee, mijn vriend die werkt daar en ik ben daar echt een vaste klant. Ja. En daar heb ik echt super lekkere pizza's. Dat is bij de pizzakamer. Ja. Dat is in Amsterdam ook. Misschien dat is echt fucking lekker, maar... Daar doen ze het ook gewoon hoe je het zeg maar hoort te doen. Ja. In de steen over. En ik vraag me heel erg af. Al moet ik zeggen, dat ziet er wel oké uit. Maar die kaas ben ik benieuwd. Ja, is oké. Ik dacht toen geen vlees of zo. Nee. Het ziet eruit alsof er gewoon heel veel kaas op zit. Heel veel mozzarella. Nou. Mm. Hij is sowieso koud. Besef? Hoe weinig smaak het heeft met dat. Ja. Het smaakt gewoon naar niks. Het smaakt gewoon naar niks. Als ik dit vergelijk met wat we net hebben gegeten, smaakt dit gewoon naar niks. Klopt. En hij is fucking koud. Ik vind ook te veel kaas. Maar kijk, zie je?
Ze hebben eigenlijk bijna geen saus. Nee. Maar echt zonde. Echt eigenlijk gewoon ja, heel erg, want deze hele pizza gaan we gewoon weggooien nu. Ja, kijk, je kan het invriezen en dan als Doofstan ooit ja. In de avond thuis komt, dan kan je het in de airfryer gooien. Ja. Zoeken ze maar uit met z'n tweeën. Nee, ik, ja. Nee. Ik ga de, oké. Laten we een samosa proberen. Wat niet een samosa is. Nee. Maar wacht even, want dit hoort dus op de kapsel. Of wat ja. is de bedoeling van ja. dit? En dit ook, officieel, toch? Ja, kijk, dit is gewoon, ik hou hier knoflook. Gewoon van. Knoflook zou. Ja, dat is gewoon zo'n hele lekkere. Ja, maar dan wil ik dat ook wel in dippen. Oké, wat uitgevallen. Ook gewoon echt fucking screen salade. Want, ja, maar dit is gewoon dat standaard. Besef en besef? Hier heb ik ook gewoon 22 euro voor betaald. Dan heb je toch ja. veel liever wat je net had. Ja, dit is gewoon, lumpia. Dit is gewoon een lumpia. Ja. Dus ja, dat hebben ze gewoon in de frituur gegooid. Kan je ook gewoon bij de Albert Heijn halen, dus niet heel veel. Maar er staat daar samosa gehakt. Nou, is het hier überhaupt geen gehakt in? Nee, maar dat moet je wel zeggen. Dat ze dat fout hebben. Ja. Eigenlijk moet je even een foto maken. Dit is geen dit samosa. Nee. Dit is niet wat ik heb besteld. Ja, nou ja, oprecht. Daar kun je echt veel geld mee besparen. Ja. Fouten door. Ja, ik heb gewoon echt wel sowieso... Als je bijvoorbeeld bij Uber iets bestelt. Nou, volgens mij zijn ze nu strenger. Want ik denk dat heel veel mensen zo misbruik van maakten. Maar vroeger was het als je bij Uber iets bestelde en dan klopte iets niet. Dan ze checkt het ook gewoon niet. Dan was ze gewoon, dan kreeg je een 10 minuten later. Als je zo'n melding had gedaan. Oh, het is terug toegevoegd op je bij je portemonnee. Oké, maar nou, die lumpia. Oké, yo, een lumpia. Dat kan niks fout gaan in de frituur. Nee. Dit. Ja. Die patat is gewoon rauw. Kipdunner. Nee, maar dit is echt, dit moet je even laten zien. Dit is echt niet goed hoor, deze patat. Kijk jongens, dit is gewoon rauw. Het is gewoon fucking rauw. Ik denk oprecht als je dit gaat eten, dat je heel erg bent. Ja, je gaat je gewoon niet heel veel beter voelen. Ja. Ik ga één hap nemen. Ja, ik ook. Zonde van het eten. Ja, het is echt heel, het is, oh. Het is wel echt eten weggooien. Maar goed. Nou, het ding is gewoon, het is zo vet ja. dat het lekker is, ja. in a way. Maar ik voel gewoon dat je echt, ja, je hebt niet zeg maar structuur, je hebt niet, ja, sorry. Je hebt niet een bite of zo. Maar ik had smaak. Dacht, ik ga even één patatje losproeven. Gewoon even om te judgen, zeg maar. Ze hebben ook baklava, of je hebt ook baklava gekozen. Het is echt, het is niet helemaal rauw. Het is gewoon heel zacht. En... Ja, maar ze hebben denk ik gewoon sowieso... Een kapsalon bezorgen is gewoon denk ik ook iets wat je niet echt moet gaan nee. doen. Want het wordt helemaal geplet door die juices en zo. Ja, hoe kan het ooit crunchy Maar deze zijn? Ziet er wel heel rauw uit. Klopt. Deze is niet gebakken. Nee, die is niet deze is nog beter, die van mij. Ja, dat vlees, ja, dat is gewoon... Dat is geen, denk ik geen kip hoor. Kipdunner. Oh, heb je kipdunner gedaan? Ik dacht dat het altijd varken was. Oh nee, maar dat is sowieso dunner niet. Toch, dat is niet halal. Oh nee, nee, dat is helemaal niet. Nou, nee. Oké. Die kip is inderdaad een soort zo vettig en ja, dat je... zoutig dat je gewoon... Nou, dat kan ik wel eten, maar ja. goed, wordt er niet... ik proef gewoon dat het gewoon helemaal niet goed is voor mij. Nee. Ik ben helemaal bezig met sporten. Ja, het is echt, ik vind het echt heel erg dat je dit dan weg gaat gooien. Maar ja, het is wel gewoon een feit. Ja, oké. Wow. Wow. Wat is dit dan? Ja, sambal. Ik dacht sweet chili. Oh. Ik zit hem helemaal lekker in te bouwen. Tijd ja. voor de toetjes. Ja. Laten we eerst een cijfer allebei geven. Oh ja. Welke sterren zou jij die geven? De beste? Ja. 9.5. 9.5. Ja, echt goed. Ik vond het echt goed. Het enige ding vond ik de kip. Maar ja, de kip, ja, misschien als je die misschien net, ja. als je het in het restaurant eet, is het wel lekker. Maar je moet gewoon altijd met bezorgen een beetje. Ja, net zoals McDonald's is fucking lekker, maar als je bezorgt is gewoon fucking vies. Ja, oh ja, de McDonald's in België is zoveel chiller. Ja? Ja. Ik had daar frietjes besteld. Nou, gewoon, hier zijn ze best wel vaak slap. Ja. Maar goed, dat is heel even. Kan ook per McDonald's liggen hoor. Nee, oké, 9.5 voor die ander. Same. Ja. Ja, 5. Ik denk als je heel lam bent en je neemt dit, dat je het gewoon echt best wel naar binnen kan werken. Ja. Je gaat er gewoon...
Kijk, nutrition-wise is het gewoon een nul. Nee. Gewoon echt een zieke nul. Die pizza vond ik ook. Misschien moest je hem echt vers in het oven, ja. Maar nu is het gewoon koud. Nee, maar die saus is slecht, die kaas is slecht. Die bodem is vorige, die komt gewoon uit zo'n groothandel. Dus kleuren ze die saus op. Dus niks bijzonders aan, nee. Zou ik ook zeggen, nee. Je betaalt er alsnog 9 euro voor. Dan kan je beter gewoon een paar euro meer betalen voor echt een lekkere pizza. Ja. Heel raar dat ze twee kapsalon hebben gegeven, maar oké. Ja. Meestal krijg je iets te weinig. Misschien dacht ze een goed makertje van, we hebben geen samosa. Plooi er een hele extra kapsalon bij. We kunnen misschien een onderbuur vragen. Ja. Wil jij een afgekloven, goor, koude kapsalon? Ja, we gaan de toetjes doen. Oh, ik zweer, baklava is echt een guilty pleasure van mij. Maar ja. Bye! Bye, bitch. Oké, okay. Dit is mijn afkloven. Maar dit is ook echt suikersiroop. Dit zijn dus melkballetjes. Klinkt heel goor. Gefrituurd. Ja, het is dus echt... Ik wil er één openmaken, maar dan... Ja, doe maar. Ik wil jullie meenemen in de journey. Stelt die scherp? Ja. Ja, nu is die scherp. Oh, oké. Dat was bijna allemaal op de Air Mac. Het Air Mac. Hè, wat grappig. Wow. Wat de fuck is dit? Het hoort waarschijnlijk gewoon zo te smaken, maar het is niet mijn ding. Dit is niet mijn ding. Nee. Het is extreem, extreem zoet. Ja. Het is eigenlijk een soort baklava. Maar dan in Indiaans. Ja, ik vind het dezelfde zoetheid. En extreemheid hebben. Ja. Nou, de baklava. Ik ga een halve nemen. Maar eigenlijk, zeg maar, wordt de Turkse cultuur eigenlijk mee ondergedaan. Want je, zeg maar, je bestelt dan Turks. En dan krijg je zo'n gore kapsalon en zo'n gore wrap. Dat kwam van zoveel lekkerder. Nou, ik denk dat iedereen die Turks is, die nu kijkt, gaat commenten van... Dit is niet Turks. Dat is niet Turks, nee. Dat is het nu. Ja. Hij is een beetje... Ik proef een beetje geit. Geit? Hij is ook heel koud, alsof hij gewoon uit de koelkast komt. Maar, dat komt hij waarschijnlijk ook. Ja. Ik hou van pistachecrème. Nou, dit is gewoon lekker. Het is gewoon fucking zoet. Dus... Ja. Het was echt een snoep, ja. Moet je niet elke dag gaan eten? Nee. Ofwel, ja, dat moet je ofwel. Ja, waarom ook niet? Weet je, als jij het wil. Dat moet ik zelf weten, maar... Ik vond het echt een experience. Ja, ik vond het ook heel leuk. Die Indiaan ga ik oprecht vaker bestellen. Ja. Maar hoe leuk als je gewoon achter nieuwe tentjes komt op deze manier. Want ik wil het dus ook een keer doen in categorieën. Dus dat je de beste sushi en de slechtste sushi hebt. Beste dat Italiaan, ja. Met sushi is dat werk wel echt een goede, want daar heb je echt zo. Maar met Italiaans ook. Ja, met Italiaans ook. Maar met pizza's, dan denk ik wel dat je moet die gewoon echt meteen uit het oven opeten. Ja. Dus was het sowieso een beetje moeilijk. Maar ja, als jullie nog een leuk idee hebben, ik wil net zeggen. Kan je ook laten weten natuurlijk. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nou, ik ben blij dat jij het ook leuk vond. Ik vond het heerlijk. En ja. Ik ga even een beetje de Indiaan eten. Ja, ik ook. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now.